In de podcast Maandag-Klaagdag onthulde Eloise een glimp over haar relatieleven. Tussen de grappige gesprekken kwam plots het onderwerp van haar vriend ter sprake. Robert Rodenburg verraste haar door te refereren aan haar vriend, waarna Eloise enigszins verrast reageerde met een mysterieus SST. De reactie van Eloise deed Robert en Daan Hogevorst even schrikken, met Daan die zich afvroeg of dit nieuws al bekend was. Het lachen van Eloise leek de spanning te doorbreken toen ze bevestigde dat haar vriend inderdaad al bekend was. Ze onthulde dat hij momenteel erg druk is, maar dit betekent niet dat ze minder tijd met elkaar doorbrengen. We maken tijd voor elkaar, voegde ze eraan toe. Hoewel Eloise niet veel prijs gaf over haar vriend, werd wel duidelijk dat hij al een plaatsje heeft in de familie. Hij mocht zelfs mee op een zeiltocht op de Groene Draak afgelopen zomer, een voorrecht dat niet zomaar aan buitenstaanders wordt verleend. Zoals eerder gemeld door Dende, heet de vriend van Eloise Archie McLennan Pont. Hij woont in Laren en studeert. Net als Eloise, aan de Hotelschool in Den Haag. Geruchten suggereren zelfs dat ze elkaar in 2021 al konden hebben ontmoet toen Archie stage liep in Barcelona terwijl Eloise daar op vakantie was.